Sporten is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een beperking. Hier in de gymzaal van het Jaafke in Scheemda wordt enthousiast gejudo'd. En met succes, want onlangs vielen ze vet in de prijzen. Vanavond worden ze gehuldigd. Ontzettend gefeliciteerd en heel veel succes. In juni namen diverse leden van judovereniging Scheemda deel aan de Special Olympics in Groenlo. Binnen een groot deelnemersveld veroverden zij meerdere podiumplaatsen. Kersverse wethouder Erich Wunker was aanwezig om de sporters te huldigen. Daan Bouwmans, ja, je was ook druk aan judo, zag ik. Ben je al lang op judo hier? Ja, ik zit al 20 jaar erop. 20 jaar? Ja, dat doe ik met heel veel plezier. En dan ben je ook wel goed geworden, denk ik. Ik ben heel goed geworden. Ik heb ook net gehoord hoe goed je was, want jullie zijn in Groenlo geweest. Wedstrijden. Vertel eens hoe dat daar ging. Nou, om de 2 jaar zijn er Special Olympics. En ik was dit jaar de 3e geworden. Met een heel groot feest met Gerard Jolin, de opening. Die was er ook. En jij bent 3e geworden en dat is landelijk, dus dat is heel goed eigenlijk. Hè? En hoeveel mensen deden daar wel niet aan mee? Boven de 100 man. Kijk, en als je dan 3e wordt, nou, dan ben je echt heel goed, hè? Ja, ik ben heel goed. Maar jij hebt ook 20 jaar getraind, dus ja, na 20 jaar dan komt talent wel bovendrijven, denk ik, hè? Ja, ik kom hier met mijn 45 kilometer autootje. Ik woon zelf in Scheemda. Ik ben hier zo met 15 minuten binnenkeren al. Senze Muller, je bent trainer hier, ja, van wel een hele speciale groep. Vertel eens hoe dit tot stand gekomen is. Nou, de vereniging bestaat al meer dan 40 jaar. En er is hier op een gegeven moment een trainer geweest die heette Peter Baas. En die heeft gewoon eigenlijk de allereerste Daan Bouwmans toen gevraagd om, kom je bij ons judoën? We hebben Daan net geïnterviewd. Die vertelde, hij is hier al 20 jaar. Klopt, Daan is een van de oud-gedienden, zeggen we ook wel eens. Maar inderdaad, zo is het begonnen. En dat is eigenlijk, ja, we noemen het, ik zeg het een beetje uit de hand gelopen op een positieve manier. Want op het moment zijn we hier in Noordoost-Groningen de enige die nog zo'n grote groep judoka's met een meervoudige beperking. En ja, we blijven het toch een beperking noemen, ook al is het. We hebben het over een beperking. Ja, is dat moeilijk om met zulke mensen trainingen te doen? Ja, ligt eraan. Kijk, ik draai mijn training in de visie van iedereen moet op zijn of haar eigen manier en niveau kunnen sporten. Ik heb als achtergrond dat mijn eigen zus meervoudig gehandicapt was, dus, of nog steeds is. Wat het voordeel daarin geeft is dat ik er eigenlijk mee ben opgegroeid en deze mensen niet anders behandel. Op het moment dat ze met een glimlach van die mat afkomen, zul je zien dat ze terugkomen. En dat ze daardoor zich het zelfvertrouwen begint te stijgen. Sociaal is het ontzettend goed voor ze, want ze zijn eruit. En dan zie je dat mensen zich ontwikkelen, hoe zeg je dat, ze groeien echt. Jordan Kramer, ja, jij bent ook hier op judoles, ook al lang. We hebben net met Daan gesproken, 20 jaar, zei hij. Even zien, ik denk dat ik hier al waarschijnlijk wel iets van 10 jaar zit. Vind je het leuk hier? Natuurlijk. Heb jij veel vrienden gemaakt hier in die 10 jaar? Nou, er zijn veel mensen heen en terug gegaan. Dus er zijn wel een paar die ik al lange tijden ken, zoals Jan Jacob en Daan en zo. En dat zijn ook een beetje vrienden van jou geworden? Natuurlijk, maar het is eigenlijk meer jullie vrienden. Hoe moet ik jouw niveau inschatten? Ik zie een blauwe bal. Nou, ik ben een lange tijd ben ik al een paar keer niet kunnen gaan wegens vervoersproblemen. Dus ik zit nog steeds wel rond blauw bandniveau. Ik ben nog niet echt omhoog gegaan. Maar vind je dat wel belangrijk of vind je het niet zo belangrijk?
Ik doe het meer eigenlijk gewoon voor de lol en de sportiviteit. Ik ben niet echt voor pro-niveau of zo. Hoe vind je het hier? Wel heel gezellig, maar ja, ik vind wel jammer dat ik de zwarte band niet meer mag halen. Hoezo mag je die niet halen? Het was een beetje te druk voor mij en ik kan niet zo laat van huis. Maar dan, daar moet je heel veel voor trainen, lijkt mij, als je een zwarte band wilt halen, toch? Ja, dat is wel zo, maar ja, gaat voor mij aan mijn neus voorbij. En je hebt nu een bruine, maar dat is toch al heel hoog? Dat is voor mij wel heel hoog, maar ik wil verder eigenlijk.